Calgacus gaat verder met paragraaf 30. Nos terrarum ac libertatis extremos, recessus ipse, axinus famae, in hunc diem defendit. Onderwerp. Twee woorden in de nominatief. Recessus, afgelegen ligging. En sinus. Sinus betekent kromming of ook plooi. En het is de plooi tussen de golven van een Romeins gewaad. Ergens in zo'n plooi vallen, zodat je iets niet kunt zien. Sinus famae, letterlijk de plooi van de roem, van de bekendheid. En met plooi van de bekendheid bedoelt Calgacus dat je in een plooi u bevindt, zodat je niet zichtbaar bent. De sinus famae, letterlijk plooi van bekendheid, vlot geringe bekendheid. De afgelegen ligging, ipse zelf, en onze geringe bekendheid, dus onze afgelegen ligging en onze geringe bekendheid, nos defendit, beschermt ons in hunc diem, accusatief BBB van tijd, tot op deze dag. Nos. Accusatief leidend voorwerp met nadruk voorop. Normaal je onderwerp voorop, nu nos het leidend voorwerp. Dus de afgelegen ligging en de geringe bekendheid, zegt Calcus, hebben ervoor gezorgd dat wij, de Caledoniërs, niet interessant waren voor de Romeinen. Ze waren niet geïnteresseerd in ons. We waren te ver afgelegen, hè, in het hoge noorden. En ze wisten eigenlijk niks tot weinig over ons. Onze geringe bekendheid heeft ervoor gezorgd dat ze niet in ons geïnteresseerd waren. En dat heeft ons tot op de dag van vandaag verdedigd. En bij ons krijg je dan nog een bijgesteld adjectief, extremos. De uitersten terrarum van de landen, ac libertatis en van de vrijheid. Extremus bij terrarum. Moet je letterlijk nemen. Ze bevinden zich in het hoge noorden, dus het uiterste van de landen, van de aarde, van de wereld voor de Romeinen. Ac libertatis, hier betekent extremus aum eerder figuurlijk. Zij zijn de laatste die nog vrij zijn. De rest van de wereld is veroverd door de Romeinen. En dan hebben we die eerste zin vertaald. Hè. Het is net onze afgelegen ligging en onze geringe bekendheid, die hebben ervoor gezorgd, hè, die hebben ons verdedigd tot op de dag van vandaag. En wij, de uitersten, die zich bevinden op het uiterste van de wereld en als laatste vrij zijn. Maar nu, hè, nu beschermt ons dat niet meer. Nu zijn de Romeinen plots wel in ons geïnteresseerd. Nunc. Je hebt hier geen voegwoord, maar je moet wel een sed bijdenken. Maar nu. Hè? Dat heet een adversatief asyndeton. Nunc terminus Britanniae patet. Terminus, i, de grens. De eindgrens. Van wat? Van Britannia patet, staat open. Nu staat de grens van Britannia open. Dus de grens tussen Britannia en de Caledones, Britannia als provincie, Romeinse provincie, de Caledones waren nog niet veroverd. Die grens daartussen, tot op dit punt, was dat effectief een grens die gesloten was. De Romeinen kwamen niet verder. Maar nu. We willen de Romeinen wel verder komen. Ze willen gans Britannia veroveren. Dus nu staat die vorige grens volledig open. Atque omne ignotum pro magnifico est. Deze zin heeft
De waarde van een soort zegswijze sententia. Wat staat er letterlijk? Omne ignotum, nominatief onzijdig enkelvoud. Elk onbekend iets. Alles wat onbekend is. Pro magnifico est staat voor magnifiek, schitterend. Letterlijk is voor magnifiek, schitterend. Dus wat onbekend is, fascineert. Het onbekende trekt aan. Dat is de betekenis hier, hè. Tot in het recente verleden waren de Caledoniërs onbekend voor de Romeinen. Maar nu zijn de Romeinen veranderd van insteek. Dat onbekende dat hen voorheen wat heeft afgeschrikt of weinig interesse heeft opgewekt, nu gaat dat plots fascineren en aantrekken. Waardoor de Romeinen die terminus, die tot aan de grens vormde, niet meer beschouwen als een terminus. Dus die grens van Britannia staat nu open. De Romeinen, aangetrokken door dat onbekende, met de ambitie gans Britannia, dus ook het overgebleven Noord te veroveren. Hun honger naar meer gebied is nu zo groot dat ze wel geïnteresseerd zijn plots in dat Noorden. Sed nulla jam ultra gens nihil nisi fluctus ac Saxa. Nulla jam ultra gens, bijdenk est. Nihil nisi fluctus ac saxa, bijdenken sunt. De persoonsvormen zijn hier in ellips verzwegen. Dat is de typische brevitas van Tacitus. Sed nulla iam gens ultra, maar er is geen enkele stam meer ultra verder, hoger gelegen. Hij herneemt hier opnieuw een argument uit deel 1, waar hij had gezegd die Britse stammen uit zuiden van Engeland, midden van Engeland, die door de Romeinen onderworpen waren, die konden nog hoop koesteren in het feit dat in het noorden stammen woonden die nog vrij waren en misschien ooit de rest van Britannia terug zouden bevrijden. Maar Callicus zegt hier, wij zijn die laatste stam in het noorden. Wij kunnen zo'n hoop niet meer hebben. Er is geen enkele stam meer verder, hoger gelegen dan wij. Dus wij gaan het hier moeten oplossen. Wij kunnen, eens we zouden verliezen, niet meer hopen op redding van een volk dat nog hoger ligt. Dat is er niet. Wat is er dan nog wel? Nihil, niks. Tenzij fluctus ac saxa, golven en rotsen. Alle twee nominatief onderwerp bij een verzwegen persoonsvorm sunt. Et Romani. En wat is er nog? De Romeinen. En hoewel die golven en die rotsen niet heel aangenaam zijn, infestiores, wat er nog gevaarlijker is, dat zijn de Romeinen. Dat is de grootste dreiging. Dus, sed nulla iam ultra gens, nulla in hyperbaton met nadruk voorop, hè, want het hoort bij gens. Maar er is geen stam meer hoger gelegen. Er is verder op geen stam meer. Er is niks tenzij golven en rotsen. En nog gevaarlijker, de Romeinen. Waarom zijn die gevaarlijker dan de zee en de rotsen? Quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugias. Betrekkelijke bijzin bij Romani. Effugias is de persoonsvorm hier in uw betrekkelijke bijzin. Actief conjunctief praesens, twee enkelvoud van effugere, io. Conjunctief praesens, twee enkelvoud, drukt hier potentialis uit. Lerend voorwerp is superbiam. Trots, arrogantie. Frustra is een bijwoord tevergeefs. Quorum, betrekkelijk voornaamwoord, mannelijk meervoud, want het antecedent is Romani. Genitief, want het is genitief BVB bezit bij superbiam. De Romeinen, van wie de arrogantie, wiens arrogantie? Je, tevergeefs. Ontvlucht. Per obsequium ac modestiam. BWB wijze.
per met de accusatief door obsequium gehoorzaamheid, ac modestiam een gematigde houding. Wat bedoelt Calchacus hiermee? Calchacus spreekt tot zijn stam, de Caledones, en hij weet dat niet iedereen 100% overtuigd is van deze veldslag. Dat niet iedereen de wapens wil opnemen tegen de Romeinen. Dat sommigen bang zijn. Dat sommigen misschien nog hopen dat men gematigde houding ten opzichte van de Romeinen, of obsequium, een onderdanige houding ten opzichte van de Romeinen, dat je zo nog op een of andere manier kunt verder blijven leven als stam onder de Romeinse heerschappij. Sommigen waarschijnlijk, tot voor kort, zagen dat nog als een piste, een optie, een mogelijkheid. Calchacus zegt, die Romeinen zijn zo gevaarlijk, zo arrogant, zo brutaal. Mijn gematigde houding, met onderdanigheid, komt je er niet. Gaat je niet kunnen vluchten van die Romeinen. Je komt er niet van tussen, van hun brutaliteit. Dat zal u niet beschermen, dat is geen optie. En denk aan deel 1, waar hij een zinnetje zei als of je nu dapper zij of laf. Proilium atque arma, dat is nog de enige oplossing. Een gewapende confrontatie. Zowel voor wie dapper is, als voor wie laf is, was dat de meest veilige optie. Hier herneemt hij diezelfde logica. Hè. Gematigde houding, modestiam en onderdanigheid zal u niet sparen. Zal u niet redden van die Romeinse brutaliteit en arrogantie. Waarom niet? Wat maakt hun superbia zo groot? En nu zal hij de Romeinen zeer negatief bestempelen. Raptores orbis, postquam cuntam astantibus, defuere terrae mare scrutantur. Uw hoofdzin is raptores orbis mare scrutantur. De Romeinen worden omschreven als plunderaars van de wereld. Raptor, plunderaar, rover. Je kent er rapere comma io in. Nominatief onderen van scrutantur. Orbis, genitief BVB, leidend bij raptores. Plunderaars van de wereld. Wat doen die? Mare scrutantur. Die woelen de zee om. Die delven de zee tot op de diepste bodem. Dus als de wereld en alle landen samen niet meer volstaat, niet meer genoeg is voor de Romeinen, dan gaan ze de zee tot op de diepste bodem delven. Mare scrutantur. Mare leidend voorwerp, accusatief bij scrutantur. En dan hebben we nog een bijwoordelijke wijze van tijd, ingeleid door postquam. Postquam cuncta vastantibus defuere terrae. Nadat, de esse met de ablatief betekent ontbreken. Onderwerp is hier terrae. Defuere is gelijk aan defuerunt. Actief en negatief perfectum, drie meervoud. Letterlijk, nadat landen ontbraken aan wie? Aan de personen die cuncta vastantibus alles kapot maken. Vastare, o, vernielen, verwoesten. Hier als participium zelfstandig gebruikt, ablatief, actief. Particip praetens, ablatief, mannelijk meervoud van vastare. En cuncta is accusatief onzijdig meervoud, leidend voorwerp bij vastantibus. De Romeinen worden hier twee keer omschreven hè, als plunderaars. Raptores orbis en cuncta vastantibus. In de woordvolgorde kun je hier zelfs een chiasme zien. Hè. Substantief, voorwerp. Voorwerp, substantief. Plunderaars van de wereld. Vernielers van alles. Dus de plunderaars van de wereld, nadat landen letterlijk ontbraken aan zij die alles verwoesten, nadat er geen land meer was om te verwoesten, mare scrutantur, doorwoelen ze de zee. Scrutantur, active and grief presence.
Drie meervoud. Dit is natuurlijk een overdrijving van Calchacus, hè? Alsof de zee iets is om te plunderen. Plunderen doet je vooral op land. De zee is eerder een middel, geen doel. Hij gaat verder over die superbia van de Romeinen. Silo cuples hostis est avari. Bij te denken, sunt. Opnieuw die gebalde stijl brevitas van Tacitus. Silo cuples hostis est. Bijwoordelijke bijzin van voorwaarde. Si tot en met est. Est persoonsvorm, hostis onderwerp, nominatief, locuples, naamwoordelijk deel. Als de vijand rijk is, avari sunt, dan zijn de Romeinen hebzuchtig. Si pauper, bij te denken, hostis est. Als de vijand arm is, wat zijn de Romeinen dan? Ambitiosi sunt, dan zijn ze roemzuchtig, dan zijn ze uit op roem. Avari en ambitiosi, alle twee nominatief naamwoordelijk deel. Locuples, pauper, alle twee nominatief naamwoordelijk deel in de si-zin. Avari en ambitiosi, naamwoordelijk deel in de hoofdzin. Dus je hebt hier een sterke tegenstelling, zeer gebald, brevitas, uitgedrukt. Wat zegt, wat bedoelt Calchacus hier? Als de vijand rijk is, dan zijn de Romeinen hebzuchtig. Dus stel dat in een bepaalde provincie er heel veel metalen in de grond zitten, een rijke provincie, of een cultuur met heel veel geld, denk aan Egypte, of met heel veel graan en zo verder, dan zijn de Romeinen hebzuchtig, dan willen ze dat gewoon zelf. Als hun vijand niet echt rijk is, arm, niet iets specifiek bezit, dan zijn de Romeinen niet hebzuchtig, maar dan zijn ze uit op roem. En wat is die roem dan voor hem? Gewoon een extra stuk aan het Romeinse Rijk toevoegen. Dan hebben ze gewoon de roem van een oorlog opnieuw te winnen tegen een volk, ook al is het een arm volk. Ze hebben nogmaals een vijand verslaan en hun rijk vergroot. Goed. Maar in beide gevallen, of de vijand nu rijk is of arm, de Romeinse honger kan niet gestild worden. Ofwel zijn ze uit op geld, ofwel op roem. En ze zijn zo hebzuchtig, zo eerzuchtig, dat, dus de betrekkelijke bijzin, ingeleid door quos, die loopt tot en met satiaverit, heeft de waarde van een bijwoordelijke bijzin van gevolg. Daarom staat hier ook de conjunctief. En ze zijn zo hebzuchtig en zo eerzuchtig dat nog het Oriënt, het Oosten, non occidens, nog het Westen, hen heeft verzadigd. Satiare, verzadigen, hier conjunctief perfectum. Conjunctief, want persoonsvorm in betrekkelijke bijzin met bijbetekenis van doel. Perfectum, want voortijdig ten opzichte van werkwoord in de hoofdzin, heden, verzwegen, sunt. En quos is dan gewoon leidend voorwerp bij satiaverit. Quos komt overeen met antecedent, verzwegen antecedent Romani. Dus als we hernemen, als de vijand rijk is, zijn de Romeinen hebzuchtig. Als de vijand arm is, zijn ze eerzuchtig. Op zo'n manier dat nog het oosten, nog het westen hen heeft verzadigd, hè, hun honger heeft kunnen stillen. Let op de stijlfiguren hier, hè. Herhaling van non, asyndeton, uitgewerkte tweeledigheid. Zowel in uw si-zin heb je hier twee leden, als in uw betrekkelijke bijzin heb je twee leden. Dus als je richting oosten en richting westen niet meer kunt gaan, en eigenlijk ook niet richting zuiden, want daar, Noord-Afrika hadden ze al, na de verovering van Carthago, daaronder zat woestijn. Met woestijn zijn er ook niks, dat is gewoon een natuurlijke grens. Schiet er nog maar één ding over, hè. Dan kan uw honger alleen nog maar richting noorden gaan. En daar zijn de Caledones slachtoffer van. De Caledones zijn geen rijke vijand. De Caledones, zoals we nog wel zien zullen zien in volgende paragrafen, hebben geen kostbare metalen in hun bodem zitten. Dus zij zijn
een van die vijanden die arm zijn, maar nu plots, omdat de Romeinen niet kunnen stoppen, willen ze plots ook dat noorden, waarvan ze tot dan niks wisten, het noorden van Engeland dat hen tot dan weinig kon interesseren. Nu die eerzucht van de Romeinen zal ervoor zorgen om ook daar de vijand te overwinnen. Puur voor de eer. Soli omnium opes atque in opiam pari adfectu concupiscunt. Concupiscunt, kijk naar die persoonsvorm. Je hebt couperen, verlangen. Het infix sc versterkt dat verlangen al. Cupiscere is hevig verlangen. En het prefix con versterkt dat nog eens. Dus je hebt eigenlijk een dubbele versterking. Van couperen gaat je naar cupiscere en dan nog eens concupiscere. Ze verlangen heel hevig. Wat verlangen ze heel hevig? Leidend voorwerp. Opes en in opiam. Rijkdom en armoede. Dus hij herneemt eigenlijk wat hij vorige zin heeft gezegd. Hè? Lo cuples pauper, rijkdom, armoede. Ze begeren hevig rijkdom en armoede, pari adfectu, met B.O.B. wijze, pari adfectu. Par. Adjectief betekent gelijk, affectus, us, letterlijk emotie, met evenveel passie, met evenveel hartstocht. Met evenveel hartstocht begeren zij hevig, zowel rijkdom als armoede. En zij zijn de enige ter wereld dat dat doen. Soli omnium. Als enige van allen. Soli, nominatief. Bepaling van gesteldheid bij het onderwerp, concupiscunt, het onderwerp zit hier. Als enige, omnium, genitief BVB, geheel bij Soli, als enige van allen, verlangen de Romeinen zo hevig, met evenveel passie, rijkdom als armoede. Een beetje een paradoxale gedachte. Hè? En dan komen we bij de beroemdste zin uit de redevoering van Calgacus, een zin die nadien vaak geciteerd wordt in boeken als kritiek op wat men later in de geschiedenis kolonialisme zal noemen. De hebzucht van de westerse staten, ook België heeft zijn kolonie gehad, Congo, waar ze aan dezelfde zonden zich hebben overgegeven als de Romeinen hier. Dus dat imperialisme, die kritiek daarop, verwoordt Taken dus hier. En hij legt die kritiek in de mond van Calgacus. Wat staat hier? Auferre trucidare rapere, falsis nominibus imperium appellant. Atque ubi solitudinem faciunt pacem appellant. Falsis nominibus, ablatief, onzijdig meervoud, BWB wijze. Met valse namen. Persoonsvorm appellant. Noemen ze. Wat noemen ze? Was leidend voorwerp van appellant. Auferre trucidare rapere. Drieledige opsomming. Zonder voegwoord. Asyneton. Roven. Slachten. Plunderen. Noemen ze. Met valse namen. Imperium. Heerschappij. Atque ubi solitudinem faciunt pacem appellant. En ze noemen vrede ubi solitudinem faciunt, BWB zin van tijd, wanneer ze solitudinis, een woestenij, een verlaten landschap, wanneer ze een verlaten landschap maken, achterlaten, dan oorlog, een plunderen, vrede, oorlog gevoerd hebben. Wat dan overblijft is solitudo, een verlaten, eenzaam, achtergelaten. Een woestenij. Wat zegt
Galgacus hier. Dus de Romeinen, hun verhaaltje, dat is het verhaaltje van elk imperium. Of dat nu de Romeinen zijn of later grootmachten als de Britten. Zij noemen dat wij heersen over ons rijk, maar eigenlijk als je het objectief bekijkt, in heel veel van hun territorium, de landen die ze veroverd hebben, doen zij niks anders dan slachten, plunderen, buit maken. Zij noemen dat heersen, maar eigenlijk is dat niet meer dan dit. En dat is falsis nominibus. En nadat zij een oorlog gevoerd hebben, en dat landschap is daardoor getekend, denk aan bijvoorbeeld de foto's van Ypres of zo na Wereldoorlog 1, of van sommige steden na bombardementen uitgevoerd in Wereldoorlog 2, wat er dan overblijft, dat is een zeer verlaten, treurig, droevig landschap, kapot gemaakt door oorlog. En dat is ubi solitudine en faciant, waar ze een woestenij ervan maken, noemen ze dat vrede. Denk aan de Amerikanen die in het recente verleden zich hebben gemoeid, of dat nu het Midden-Oosten is of Afghanistan. Dan zeggen zij ook, we brought peace. Wij brachten vrede, maar die vrede is ten koste van een zeer zware, zeer hoge tol gekomen. Dat is een gewapende vrede. Imperium en pacem zijn woorden die de Romeinen gebruiken en later elke grootmacht na hen. Zij noemen dat heersen, zij noemen dat vrede, maar de volkeren die door hen overwonnen zijn, die onder hun heerschappij vallen, die noemen dat anders. Zij zien dat als jullie hebben ons leeggeplunderd, jullie hebben onze mannen afgeslacht, onze vrouwen verkracht. Wat jullie vrede noemen, je hebt dat bewerkstelligd door brutale, massale afslachtingen in verschrikkelijke veldslagen, waar heel veel levens verloren zijn gegaan. Dat vrede noemen. En dat is de kritiek die Calgacus hier geeft op de Romeinse imperialist. En die kritiek, ook deze zin, wordt dan later, vele eeuwen later, door andere leiders van volkeren verwoord als kritiek tegen koloniale grootheden. Die ook hun imperium op dezelfde manier rechtvaardigen. Goed. Wat valt hier nog over te zeggen? De laatste zin, de typische variatio van Tacitus. Bijvoorbeeld hier gebruikt de infinitieve. Ze noemen roven, afslachten, plunderen. Noemen ze, je zou dan verwachten dat hij hier ook een infinitief gebruikt, imperare. Maar gebruikt een substantief, dat is een variatio. Of hier gebruikt hij plots een bijwoordelijke bijzin van tijd. Ubi solitudinem faciunt. Mocht je zoals Kikker op parallel formuleren, dan zou je hier, net als Alferre Trucidare Rapere, zou je hier opnieuw een infinitief verwachten. Solitudinem facere, bijvoorbeeld. Dat doet hij ook niet. Ook daar ziet je variatio. Dus als laatste zin, vaak is de laatste zin van een paragraaf een soort sententia. Dat is het hier zeker. Hè? Goed, dat voor paragraaf 30. Hier zien jullie daarvan de werkvertaling. En tot slot ook nog een eerder literaire vertaling gemaakt door Vincent Hunnik. Tot daar, paragraaf 30, deel 2.